Het verkeer eist voor het eerst in 10 jaar weer meer slachtoffers. Vorig jaar vielen 10% meer doden op onze wegen. De veroordeling van de Koerdische leider Öcalan lokt overal ter wereld protest uit. Er wordt gevreesd voor nieuwe aanslagen. En Richard Virenque mag op de valreep dan toch starten in de Ronde van Frankrijk. De toerdirectie gaat daarmee in op een eis van de UCI. Goedenavond en welkom bij VTM Laat. Het aantal doden op onze wegen is voor het eerst sinds 1990 weer gestegen. Vorig jaar vielen er maar liefst 10% meer dodelijke slachtoffers in het verkeer. Vooral de weekends zijn moordend. Op zaterdagnachten zijn er zelfs de helft meer doden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Verkeersdeskundigen pleiten voor nog strengere controles op snelheid en alcohol en voor een betere infrastructuur. Jeroen Wils. De veiligheid op de Belgische wegen woert sterk achteruit. Dat blijkt uit de nieuwe ongevallencijfers. Het aantal ongevallen op de weg is in 1998 gestegen met 2%. Er zijn ook 2% meer slachtoffers. Het aantal lichtgewonden steeg met 3%. Gek genoeg daalde het aantal zwaargewonden met 5%. Maar het meest alarmerende is de sterke stijging van het aantal doden, met maar liefst 10%. Opvallend, want het aantal verkeersdoden was al 10 jaar lang aan het dalen. Vorig jaar telde de politiediensten 1500 doden en bijna 70.000 gewonden. Deskundigen zeggen dat dit cijfer in realiteit wellicht nog hoger ligt. We hebben zelfs vastgesteld dat 38% van de slachtoffers zich niet aanbiedt in een spoedgevallendienst, maar terechtkomt bij de huisdokter. Als we dat allemaal extrapoleren, kunnen we zeggen dat de reële cijfers, zoals die op dit moment worden meegedeeld, maar 43% zijn van het totaal aantal verkeersslachtoffers. Dus zeer duidelijk onderschat. De stijging van het aantal doden is het grootst in het weekend, met meer dan 22%. Op zaterdagnacht vielen er vorig jaar zelfs 50% meer doden dan het jaar daarvoor. Hoog tijd dus voor strenge maatregelen. Het omvormen van kruispunten in rotondes, het voorzien van fietsers- en voetgangersvoorzieningen, dat moet consequent worden doorgezet. En ook dus de alcoholcontroles in de weekendnachten mag niet beperkt worden tot een sporadisch optreden, maar moet consequent worden doorgezet. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat weer de zwakke weggebruikers de dupe zijn. Er zijn 14% meer doden bij voetgangers en 10% meer bij fietsers. In Leuven is een chauffeur tot 4 jaar effectieve celstraf veroordeeld voor het doodrijden van een 14-jarig meisje. Blijkbaar het begin van een nieuwe trend. Het is evident dat men ziet dat dus de straffen zwaarder worden, omdat de verkeersagressie toeneemt, omdat het aantal feiten toeneemt, omdat men er iets wat moet gaan aan doen. En dat kan men alleen door een consequent optreden ook vanuit de gerechtelijke overheden. De politierechtbanken hebben de boodschap goed begrepen. Nu is dan de politieke overheden om de verkeersveiligheid opnieuw hoog op de agenda te plaatsen. Een winst die wordt gedeeld door de nabestaanden van de 1500 verkeersdoden van vorig jaar. Jeroen Wils voor VTM in Antwerpen. Naar het formatieberaad dan. Liberalen, socialisten en groenen hebben de grote lijnen van het toekomstig veiligheidsbeleid vastgelegd. Ze willen ook de administratie drastisch hervormen. De partijen bespraken vandaag de formatienota van Guy Verhofstadt. De moeilijke discussie over het afschaffen van de lijststem en over het gemeentelijk stemrecht voor migranten is doorgeschoven naar later. Eerste hindernissen vandaag. In de formatienota van Verhofstadt staat niets over stemrecht voor migranten. Alleen, nogal vrijblijvend, dat participatie voor allochtonen in een parlementaire commissie zal onderzocht worden. De Groenen gaan niet akkoord en de discussie is uitgesteld. Wij hebben daar de eerste gedachtenwisseling over gehad. Daar direct het etiket opkleven van geraakt daar niet uit. Dat lijkt wel alsof het onoverkomelijk is. Ik denk dat men een tekst zal kunnen vinden waarover we akkoord gaan. Of dat vandaag nog is, dat kan ik niet zeggen. Ook het debat over de lijststem is verdaagd wegens geen overeenstemming. Verhofstadt wil het gewicht van die kopstemmen 2/3 verminderen, zodat het aantal voorkeurstemmen bepalend wordt. De opvolgers zouden afgeschaft worden en bij vervanging wordt opnieuw de rangorde van voorkeurstemmen gehanteerd. In datzelfde hoofdstuk burgerdemocratie wel een akkoord over het referendum. Grondwettelijk is het niet bindend, maar de meerderheidspartijen engageren zich om het resultaat na te leven. Over de middelen om tot een betere overheid te komen zijn de partners het ook eens. Er komt een externe doorlichting van de openbare besturen. Voor de aanwervingen op alle niveaus komen er vergelijkende examens door een extern bureau, zodat partijbenoemingen uitgesloten worden. Hogere ambtenaren krijgen een tijdelijk mandaat en worden beter betaald. Kabinetten worden afgeslankt. Ook de administratieve papierberg moet kleiner, 10% op 2 jaar, 25% op 4 jaar. Ook vooruitgang in het hoofdstuk veiligheid. De nieuwe regering engageert er zich toe om die
octopusakkoorden, maar ook de aanbevelingen van de verschillende onderzoekscommissies. En ze worden ook allemaal opgesomd uit te voeren. En in verband met de politiehervorming willen wij trouwens die politiehervorming voorzien in het octopusakkoord realiseren op het terrein tegen de 31 maart 2001, zoals het oorspronkelijk was voorzien. De formatiepartners hebben de prioriteiten duidelijk afgelijnd. Ze gaan dus over alle aspecten van de criminaliteitsbestrijding, zowel de geweldsdelicten, hooliganisme, maar ook seksuele misdrijven, georganiseerde misdaad, witteboordencriminaliteit, die heel belangrijk zal zijn. Overeenstemming is er tenslotte ook nog om zware jeugddelinquenten effectief op te sluiten. Europa zal hooguit een klein deel van de schade door de dioxinecrisis voor haar rekening nemen. Dat heeft Europees commissaris Van Miert vanmiddag tegen formateur Verhofstadt gezegd. Die schade wordt op 100 miljard frank geraamd. Een rapport van crisismanager Chafar wordt morgen besproken door de ontslagnemende regering De Hane. Formateur Verhofstadt was vanmiddag bij Van Miert gaan vragen welke maatregelen de Belgische overheid zelf kan nemen. Met twee vragen trok formateur Verhofstadt naar Europees commissaris Van Miert. Eerste vraag: mag de Belgische overheid landbouwsteun geven zonder aan Europese concurrentievervalsing te doen? Het antwoord is duidelijk. Het is geen enkel probleem om voor producten, dus landbouwproducten, of nu eieren of kippen of melk zijn, om die producten die zijn vernietigd of die uit de handel werden genomen, om daarvoor te compenseren, om daarvoor de mensen schadeloos te stellen. De tweede vraag is er een om Europese hulp. Welke steun kan verleend worden door de commissie zelf? Want ik heb altijd gevonden en ik blijf vinden dat in deze aangelegenheid er ook een hulp moet komen, een steun moet komen vanwege de Europese commissie. En daarover hoop ik en verwacht ik tegen het einde van de week een definitief standpunt. Het probleem is dat natuurlijk dan budgettaire ruimte zal moeten worden gevonden enerzijds, en anderzijds dat men de andere regeringen zal moeten overtuigen om wat solidariteit op te brengen. Dus een gemakkelijke klus wordt het zeker niet. Schaderamingen gaan voorlopig van 50 tot 100 miljard. Europese steun zal alvast niet snel komen en ook niet groot zijn. Nee, zeker niet. En het zal in het beste geval maar een bijdrage zijn, een hulp zijn. Een vergelijking met de dolle koeienziekte, waar Europa wel fors mee betaalde, klopt niet. Hier zitten we met iets dat veroorzaakt is door menselijk falen en door gebrek aan controle. Men kan niet zeggen dat het om een dierenziekte gaat. De Belgische overheid zal dus voor het grootste deel van de factuur zelf moeten opdraaien. En de naweeën van de dioxinecrisis zorgen ook voor gebekvecht tussen uitredend minister van Begroting, Herman Van Rompuy, en de partijen die een regering proberen te vormen. Van Rompuy zegt dat er nieuwe besparingen of belastingen nodig zijn om de dioxinerekening te betalen. Liberalen, socialisten en groenen vinden dat Van Rompuy uit zijn rol valt en al oppositietaal spreekt. Gewezen NCMV-voorzitter Paul Plasgaard is opnieuw op vrije voeten. De Gentse Kamer van in beschuldigingstelling heeft de aannemer samen met zijn collega Franciscus van Opdorp vanmorgen in vrijheid gesteld. Het tweetal zou samen met nog twee andere zaakvoerders van bouwbedrijven prijsafspraken hebben gemaakt om de overheid op te lichten bij waterwerken. Volgens de verdachten is die werkwijze niet ongewoon en bestaat ze al sinds mensenheugenis. Fel beschermd door een boze paraplu hebben Paul Plasgaard en Franciscus van Opdorp vanmiddag de gevangenis verlaten. Paul Plasgaard, de gewezen voorzitter van de middenstandsorganisatie NCMV, heeft 12 dagen vastgezeten. Hij was de laatste van 4 aannemers die zijn aangehouden in de omvangrijke fraudezaak. Het viertal wordt ervan verdacht dat ze prijsafspraken maakten om het Vlaams gewest op te lichten bij overheidsaanbestedingen. Onder meer bij werken aan de Bovenschelde in Gent, maar ook op de Zeeschelde in Boom en in het stroomgebied van Deile en Zenne konden ze contracten in de wacht slepen voor bedragen die telkens hoger lagen dan wat de overheid had geraamd. Om beurt maakte een van hen de laagste prijsofferte, waarna de opdracht via onderaanneming met de andere bedrijven werd verdeeld. Het gaat om de bedrijven Rogiers in Kruibeke en De Pret in Zeebrugge, waarvan Paul Plasgaard zaakvoerder is. Franciscus van Opdorp is gedelegeerd bestuurder van baggeraar Herboskieren in Calo. Ook de bedrijven Heijen uit Burgt en De Brand uit Baarsrode zaten mee in het kartel. De zaakvoerder van die twee laatste bedrijven kwam vorige week alweer op vrije voeten. Het gerecht start een onderzoek tegen een personeelslid van Coca-Cola. Hij had zich aan de telefoon voorgesteld als iemand van het ministerie en had onderzoeksresultaten gevraagd en gekregen van de Antwerpse Universiteit. Het gerecht van Mechelen kon de man opsporen via zijn gsm-nummer.
De resultaten van het onderzoek spreken de uitleg van Coca-Cola voor de gezondheidsproblemen tegen. Een echtpaar uit Deinzen moet van de rechter zijn nieuwbouwwoning afbreken. De eigenaars kregen van de gemeente een vergunning om een vervallen hoeve te renoveren. In plaats daarvan trokken ze een nieuwbouw op. Dat nam Stedenbouw niet. De verdediging bracht aan dat renoveren onmogelijk bleek omdat het huis helemaal verkrot was. Maar de rechter beval de afbraak en veroordeelde het echtpaar tot 14 dagen cel met uitstel en een boete van 200.000 frank. De aannemer kreeg 3 maanden met uitstel en een forse boete. Internationaal nieuws. De ter dood veroordeling van de Koerdische leider Öcalan lokt verdeelde reacties uit. Hier en daar hebben Koerden spontane protestmanifestaties gehouden. In Turkije zelf is de veroordeling op feestgedruis onthaald. De Turkse rechtbank voor de staatsveiligheid heeft Öcalan vanmorgen ter dood veroordeeld omdat hij als leider van de afscheidingsbeweging PKK verantwoordelijk zou zijn voor 30.000 doden. De Turkse regering en het parlement moeten met de voltrekking van het doodvonnis nog instemmen. De doodstraf door ophanging. Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische arbeiderspartij PKK, hoorde vanuit zijn kogelvrij glazen kooi onbewogen toe hoe de rechter het vonnis voorlas. Sanık Abdullah Öcalan'ın kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sek ve idare ederek devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre ölüm cezasıyla cezalandırılmasına. De rechtbank voor de Turkse staatsveiligheid veroordeelde Öcalan voor hoogverraad en separatisme. In de laatste verklaring weerlegde die de beschuldiging van hoogverraad. De rechtbank acht hem verantwoordelijk voor de dood van duizenden onschuldige burgers. De PKK-rebellen vechten voor een onafhankelijk Koerdistan in Oost- en Zuidoost-Turkije. Die strijd heeft al zeker 30.000 doden geëist. Turkse commando's ontvoerden Öcalan in februari van dit jaar vanuit Kenia. Vorig jaar was hij al eens in Italië gearresteerd op grond van een Duits aanhoudingsbevel. Maar na gewelddadige Koerdische betogingen durfde Duitsland zijn uitlevering niet te vragen. Öcalan werd vrijgelaten en verdween richting Kenia. Toen hij ontvoerd werd, ontstonden nieuwe betogingen. Koerden staken zichzelf in brand. Als mijn vonnis voltrokken wordt, heeft Öcalan altijd gezegd, staan duizenden zelfmoordcommando's klaar om mij te wreken. Maar de Turkse wet geeft hem nu automatisch recht op een beroepsprocedure. De Turkse premier Ecevit, die zelf tegen de doodstraf gekant is, wou daarom geen commentaar kwijt. Tabii yargı süreci devam edebilir. Çünkü temiz yolu açıktır. Onun için ileride başka nasıl gelişmeler olacağını bilemem. Ve herhangi bir yorumda da, telkinde de bulunamam. Teşekkür ederim. In Mudanya, vanwaar de schepen naar het gevangeniseiland vertrekken, juichten tegenstanders van Öcalan en verwanten van PKK-slachtoffers het vonnis toe. Vatan sağ olsun ya, adalet bize güveniyor. İnşallah karar verdiler, inşallah olur. Ya, itham ederler, ben öyle bir. Ze hopen dat de Turkse regering en het parlement het vonnis laten uitvoeren, maar dat is sinds 1984 niet meer gebeurd. In Noorwegen zijn bij een explosie in een tunnel in aanbouw minstens 2 mensen gedood en raakten 15 mensen gewond. 2 brandweerlui zijn nog vermist. In de tunnel in Drammen, op zo'n 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo, had een lading isolatiemateriaal vuur gevat na lastwerken. Tijdens de blussingswerken ontplofte even later een lading dynamiet en flessen propaangas. De meeste gewonden vielen onder de reddingsdiensten. De tunnel, die 2,8 kilometer lang is, zou in 2002 geopend worden. Sport. Op het tennistoernooi van Wimbledon is er vandaag geen enkele wedstrijd gespeeld. De aanhoudende regen maakte elke poging tot tennissen onmogelijk. Dat betekent dat de maandag afgebroken wedstrijden in de 8e finales van Kim Kleisters tegen Steffi Graaf en van Dominic van der Oost tegen Nathalie Tauziat ten vroegste pas morgenmiddag kunnen worden afgewerkt.
Richard Virenc mag zaterdag dan toch starten in de Ronde van Frankrijk. Virenc werd door de organisatoren van de Tour aanvankelijk geweerd omdat zijn aanwezigheid het imago van hun ronde zou schaden. Virenc wordt verdacht van dopinggebruik, hoewel hij daar tot nog toe nooit schuldig aan is bevonden. De Internationale Wielerunie eiste vanmiddag dat de toerdirectie Virenc alsnog zou toelaten op basis van procedurefouten. Kort daarop gaf de toerdirectie toe aan die eis. Amper vier dagen voor de start van de ronde heeft Richard Virenc zijn startrecht dan toch beet. De Fransman kreeg twee weken geleden te horen dat hij niet welkom was in de Tour om ethische redenen. Virenc werd vorig jaar immers met de hele Festina-ploeg uit de Tour gezet na het uitbreken van het inmiddels beruchte dopingschandaal. Virenc houdt nog altijd vol dat hij nooit doping heeft gebruikt. Maar de Tourdirectie liet zijn nieuwe ploeg, het Italiaanse Polti, enkel toe in de Tour van 99 zonder Virenc. De leiding van Polti pikte dat niet en stapte onder meer naar de tuchtcommissie van de Internationale Wielerunie. Die liet vanmiddag weten dat de toerdirectie de termijnen om de uitsluiting kenbaar te maken niet heeft gerespecteerd, zoals die staan in de reglementen van de UCI. En dus eiste de UCI dat Virenc alsnog zou worden toegelaten. In wezen kan de toerdirectie zo'n eis naast zich neerleggen. Maar na crisisberaad in Parijs hebben Jean-Marie Leblanc en zijn medewerkers nu toch laten weten dat Virenc mag meedoen vanaf zaterdag, zij het onder protest. Ook voor de eveneens uitgesloten Onze-sportdirecteur Manolo Saiz heeft de UCI het licht op groen gezet. En of ook TVM nog een kans maakt om opgevist te worden, is nog niet duidelijk. Nog even dit. Door het afzeggen van onder meer oud-winnaars Marco Pantani, Jan Ulrich en Bjarne Ries, is Virenc meteen een van de grote favorieten voor de eindzege. En tot zover VTM Laat. Nog een rustige nacht en graag tot kijken.